dames, wat doen jullie hier? Het mist het maar echt een heel klein beetje hoor. Dus ga eens even snel terug die wei in of zo. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn vlog. Zoals jullie achter bij mij zien, de stal is helemaal leeg. De koeien liggen op lekker buiten. Ik heb even een kuil verdeeld voor vanavond. Alvast even, want de koeien staan 's nachts nog binnen. Want er staat nog zo weinig gras in de wei dat ze 's avonds nog wel binnen moeten staan. Dus ik heb de stal schoongemaakt. Ik heb kuil verdeeld, zodat ze vanavond ook weer wat te eten hebben. En ik ga nu even naar de wei toe om het draad dicht te doen, zodat de koeien opgesloten zijn. Ik ben onderweg naar de koeien. Die lopen helemaal in het achterste stuk. Dus het is een eindje lopen. Dus dan kan ik jullie ondertussen wel even iets leuks vertellen. De koeien die zijn sinds ze buiten staan al 500 liter gegroeid in productie. Dat is ongeveer 2 liter per koe per dag. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat wij hadden al een tijdje geen eerste snee meer. De eerste snee is de eerste snee die je maait in het voorjaar. En daar zitten de meeste voedingsstoffen in. Dus daar kunnen de koeien het beste melk mee geven. Maar ja, die was al een paar weken geleden was die op. Dus toen zijn we ze najaarsgras gaan voeren. In een najaarsgras zit gewoon veel minder voedingsstoffen. Nou, ze hebben geen honger gehad, want het vult wel net zo goed. Maar er zitten gewoon minder voedingsstoffen in. En daardoor gingen ze minder melk geven. Dus ze zakten in productie. Maar nu ze weer buiten lopen, groeien ze weer in productie. Dus ze zijn nu al 2 liter per koe per dag gestegen. Dames, wat doen jullie hier? Het mist het maar echt een heel klein beetje hoor. Dus ga eens even snel terug die wei in of zo. Het zijn echt watjes. Kijk, mist het maar een klein beetje en ze komen er allemaal aan. Nou, ik ga hier snel weer weg voordat ze er echt allemaal weer achter mij staan. Want het mist het. Dus de dames gaan liever weer naar binnen. Zo, dat is dus de reden waarom wij koeien opsluiten in het weiland. Omdat ze anders constant heen en weer gaan lopen van de stal naar de wei. Want koeien die vinden altijd wel wat. Die vinden het of te regenachtig of te zonnig. Of ja, of ze vinden het prima en dan gaan ze weer de wei in. Dus daarom sluiten we ze op. Want koeien moeten gras eten of liggen herkauwen. Dat is het beste voor koeien. En koeien moeten niet al te veel heen en weer gaan schokken van de stal naar het weiland. Dus daarom sluiten we ze op. En ze kunnen ook wel tegen een beetje miezer. Het miezert echt maar een heel klein beetje. Nou, ik kan niet zeggen dat ik dat mijn trui er al nat van wordt. Dus nee, ze kunnen prima wachten dat ze buiten lopen. Nou, ik ga nu lekker zondagmiddag houden. Dus dit was mijn vlog van deze week. En bedankt voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, willen jullie dan even een duimpje omhoog doen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week. Doei doei! Ik ben van plan elke donderdag een vlog te posten. Dus als jullie het leuk vinden, abonneer je op dit kanaal. En dan zien jullie mij volgende week donderdag.